Heel goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas. In aanloop naar Thanksgiving bleven de markten goed liggen en konden zelfs met nieuwe records de dag uit. Uit het Beige Book bleek dat de Amerikaanse economie met een bescheiden tempo blijft groeien en dat is een iets positiever term dan een maand eerder. Vandaag blijven de financiële markten in de VS gesloten vanaf 3:30. Vrijdag zijn de aandelenbeurzen een halve dag open. In China wordt verontwaardigd gereageerd op het tekenen van een wet door Donald Trump die de protesterende studenten in Hongkong ondersteunt. De diverse beurzen reageren dan ook negatief. In Amsterdam opent de beurs vanmorgen onveranderd tot een fractie hoger. Philips komt met een doorbraak in diagnose en behandeling van longkanker. Met speciale röntgenapparatuur kan de arts vroegtijdig detecteren, maar ook de behandeling starten via een katheter. BASF onderhandelt met private equity partij Lone Star over de verkoop van haar bouwchemicaliëndivisie. Deze zou 3 miljard kunnen opleveren. PostNL wil een nieuw distributiecentrum bouwen in de buurt van Zaandam en sorteert daarmee voor op de groei van online winkelen. Op de agenda vandaag redelijk leeg. Consumentenvertrouwen vanuit de EU om 11 uur. Inflatiecijfers België om 11:30. Inflatiecijfers Duitsland om 2:30. En om 3:30 gaan de Amerikaanse markten dus niet open. Bank of America zet SBM Offshore op koersdoel 13,5 met een verkoopadvies. En Bank of America zet ING en KBC op kopen. Beerberg tenslotte zet ABN AMRO lager in koersdoel van 19 naar 17 en geeft een holdadvies. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.